We gaan opnieuw naar Stolwijk, maar deze keer gaan we naar de basisscholen. En aan tafel is aangeschoven Willem Nederhorst. Welkom. Ja, dankjewel. Namens de, praat je namens alle scholen? Ik weet Ik heb alleen maar staan van scholen. Ik zit bij de Oranjevereniging. Oh, echt? Ja. En de gemeente heeft ons gevraagd om dat te centraliseren met de aanvragen voor de festiviteiten en het herdenken natuurlijk met 4 en 5 mei. Ja, want dat gaat bijna van start, hè, zometeen. Het eerste, wat zeiden ze, eerst april, mei, juni en uiteindelijk is het nu tot en met 1 juli, dat wat langer. Heel lang. En volgens mij ook in het najaar zelfs, want er gebeuren er ook nog heel veel dingen. Wij als Oranjevereniging begint op, moet ik het goed zeggen, 17 april. Ja. Met festiviteiten tot 12 mei. Dus we hebben een hele lange periode dat we allemaal dingen organiseren. En een van de belangrijke punten is dat wij de twee scholen bij elkaar hebben gebracht. En dat ze gezamenlijk een aantal festiviteiten in het dorp gaan organiseren. Ja, en daar was juist een juf Carmen eigenlijk voor nodig. Ja, precies. Maar jammer genoeg is ze er niet bij. Maar jij kan het wel vertalen waarschijnlijk. Ja. Van, wat wil je erover vertellen, wat de scholen gaan doen? Nou, we hebben een aantal activiteiten die we gaan doen met de kinderen. We hebben de Beelwijkerweg, waar ook ons polderbad aan zit. Ja, aan de achterkant. Komt hij weer voorbij. Dat gaat de Vrijheidslaan heten. Dus die gaan wij als Oranjevereniging helemaal mooi versieren. En daar komt een kunstroute. Zodat de burgers, of tenminste de bewoners van Stolwijk, zo moet ik het zeggen. Naar kunnen kijken en dat wordt gemaakt door de kinderen. Daarnaast hebben we een bevrijdingsroute, wat we op 23 april zullen gaan organiseren. En daar zijn 10 evenementen, kleine evenementen, door klassen van die scholen worden daar tentoongespreid met als thema vrijheid verbindt. En is je heel even over die route, is dat dan puur in Stolwijk en is dat dan heel dicht bij elkaar? Of is het echt een route die je moet door het lopen dorp. Of fietsen? Ja, het is echt door het dorp. Dus daar zijn we heel erg blij mee, van het dorpsplein, parkeerplaatsen worden gebruikt. Van alles wordt er uitgebeeld, dat wordt heel erg leuk. Nou is dat een onderdeel van met scholen? Ja. En nu je er toch zit, van, wat gaat de Oranjevereniging nog meer doen? Nou, we gaan heel erg veel doen. Het is echt, 2020 is een jaar van festiviteiten. We hebben natuurlijk de herdenken. Daar hebben we een mooi diner wat we aanbieden voor 100 mensen uit Stolwijk die dan samen kunnen gedenken. Wat zijn dat dan, Stolwijkenaren? Stolkers. Ik moest ook even bedenken van hoe heet dat ook alweer? Stolkers. En dan vervolgens hebben we natuurlijk 5 mei, de bevrijding. Ja. Dat is, het is Nationale Feestdag. Precies, ook. En wij doen altijd de mooie allegorische optocht. Daar zijn we altijd heel erg trots op. We hopelijk dit jaar nog meer wagens als 5 jaar geleden. En 5 jaar geleden waren het er bijna 70. Dus, Uit Stolwijk? Sorry. Dat is ook uit Berkenwoude natuurlijk. Ja, dat geeft helemaal niks, gewoon zoveel mogelijk. Ja, dat wordt fantastisch. En kun je zich nu al aanmelden? Ja, zeker. Op de website van Oranjevereniging Stolwijk, dan kan je je aanmelden. Dat wordt leuk. En dit jaar bestaan wij ook nog 120 jaar. Het dorp bestaat ook nog 700 jaar. Dus er is veel. Ja, zo is het. Zeker waar. Wat goed. En je hebt natuurlijk gewoon Koningsdag. Dat wordt allemaal nog gevierd. We hebben heel veel feest. Maar dat zit vooral in het voorjaar. In het najaar gebeurt er daar ook nog iets? Als ik het officieel, als ik het goed heb, bestaat Stolwijk in september 700 jaar. Dus dan moet er ook nog iets voor georganiseerd gaan worden. Ja, ja. Hoe groot is jullie Oranjevereniging? Aantal leden. Het zijn 700 leden hebben wij. Ja. Oh, maar dan kunnen er vast nog wel meer Zeker. Aanmelden kan ook op de website inderdaad. Noem nog even de website voor in de kamer. Oranjevereniging Stolwijk, zo makkelijk is het. Helemaal goed. Ja. Wil je nog een oproep plaatsen of zeg je van, ik heb alles al verteld. Ik hoop dat iedereen langskomt en ervan kan genieten. En dat de gemeente dat snel... Dat is zeker na 1 februari. Maar dan kan jouw man misschien wel even regelen. Ja. Nee, dat doen we helemaal niet. Maar ik weet er alles van met organiseren. Van iedereen zit te wachten tot 1 februari geweest is. En we dat we dan allemaal verder kunnen weten van wat we uit kunnen geven. Om een spectaculair jaar ervan te maken. Inderdaad. Want elke kern heeft het er hartstikke druk. Ja, zeker. Dankjewel voor je komst, Willem. Dankjewel.